campagnehuis waar we ons hierin bevinden is inderdaad het, het inloophuis van Weert tot aan de verkiezingen voor burgers om hier hun hartje te luchten van God, wat leeft nou onder de bevolking? We hebben hier vandaag om 10 uur zijn we begonnen. We hebben inloop gehad van diverse mensen, hoog, laag opgeleid, achterstandswijk of niet, bungalowpark of niet. Ook andere politieke partijen hebben hier aan tafel gezeten. De SP, Weert lokaal. En je merkt toch door in dialoog te gaan, in gesprek te gaan met die burger, dat je ook het verkiezingsprogramma wat net al aan is gehaald, wat er voor ons gevoel breed gedragen kan worden in deze maatschappij, dat je toch kunt zeggen, daar liggen onze accenten, of zo hebben wij dat gezien. Want het gaat erover, hoe vertel ik het mijn kinderen? Ik wil graag aansluiten bij de woorden van de lijsttrekker, die natuurlijk niet voor niks kardinaal heet. Ik wou dat niet zeggen. Die staat hoger dan ik. En de engelen die hebben we hier toegevoegd. Zeker, het is al wat nat.